Ja, Om met het einde te beginnen, waar gingen de bussen met Pegida-demonstranten naartoe? Uh, naar uh, openbaar vervoersplekken, onder andere Sloterdijk. De stad uit uiteindelijk? Ja, dat was, de mensen kwamen allemaal uit, uh, van buiten de stad en die, uh, uh, die moesten weer weg kunnen. Waarom moesten die bussen komen? Om de mensen veilig uh, weer weg te krijgen. Het was dus om ze te beschermen. En ook om de, natuurlijk die confrontatie te voorkomen, ter uh, voorkoming van verstoring van de openbare orde. Ja. Want de tegendemonstranten konden heel dicht bij de Pegida-demonstranten komen, hè? Ja, maar op een manier die voor ons handhaafbaar was. Kijk, ze, er zijn tegendemonstranten die alles, maar dan ook alles zullen doen om dicht bij de Pegida-demonstratie te komen. Um, dat is iets dat we van tevoren weten. Wat, we, wat de politie heeft bedacht en wat ik erg heb gesteund is, zet ze dan op plekken die sowieso dicht bij elkaar zijn, want dat doen ze toch, maar die dan voor ons wel handhaafbaar zijn. En de politie heeft dat vandaag, dat hebben we kunnen zien, kunnen handhaven. Er is, uh, dat is een van de lichtpunten van vandaag. Er is geen enkele gewonde geweest. Nee, maar ze stonden ja, binnen een steenworp afstand minimaal. Ja, maar er is niet uh, er is geen een steen gegooid. Neemt neemt wel een beetje een risico. Nou ja, daar waren we ook op voorbereid. En als, er, als het nodig was geweest, waren ze weer verder uit elkaar gedreven. Ja. Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk opgepakt? Er zijn 21 mensen opgepakt. Welk kamp kwamen die voornamelijk? Die kwamen uh, voor het uh, grote deel, over het grote deel kwamen die uit het kamp van de uh, tegendemonstranten. En waarom zijn die opgepakt? Dat zijn dingen als openlijke geweldspleging, belediging. Zitten die nog vast? Ik denk dat die op dit moment worden afgehandeld, neutraal gezegd, ja. Brigida ja. um, ja. was boos omdat uh, u uh, hun veiligheid niet kon garanderen. Zeiden ze van de laan rot op, eindigt ze bijvoorbeeld mee... Ja, ik ben dat niet eens met uh, Pegida. Um, er is iemand geweest die deze demonstratie heeft verstoord. Die heeft er namelijk uh, die fiets neergezet met een uh, bedrieglijk echte uh, nepwom. Aan, aan een fiets vast? Aan een fiets. En uh, dat werd ontdekt toen de politie om ongeveer half twee zijn veiligheid schouwde. Wat we altijd doen als er veel mensen bij elkaar komen. En uh, toen is de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die dat als uh, uitermate serieus beoordeelt. Dan is het helemaal vrijgemaakt. Daar kon men dus niet demonstreren, want dat onderzoek dat heeft wel gelopen tot half vijf in de middag. Wat wij gedaan hebben, is, we hebben Pegida toen een andere demonstratieplek aangeboden. Aan de andere kant van het stadhuis. Nog geen 30 meter van waar de oorspronkelijke plek was. 30 meter bij standbeeld van Spinoza. Alleen dat weigerde men. Ja, dan komt er natuurlijk wel een probleem. Dus de verstoring komt niet van onze kant. En ons redelijke alternatief werd geweigerd door Pegida zelf. En dat maakte dat deze dag geen. Uh, Triomf is geweest voor de demonstratievrijheid. Maar wij hebben ons tot het uiterste ingespannen. Ik snap niet zoveel van die weigering. Nou, ik heb begrepen, en dat is in de aanwezigheid van diverse mensen gezegd, dat een van de organisatoren zei. Dit is toch echt het mooiste wat ons kan overkomen. En dat is natuurlijk wel jammer. En hoe, bedoelde, hoe bedoelden ze dat, denkt u? Nou, wat denkt u zelf? U zegt het. Nou, ik denk dat dan bedoeld werd van. Uh, uh, dat er een soort. Uh, Vooroordeel was van wij mogen helemaal niet demonstreren in Amsterdam. Wij kunnen niet demonstreren in Amsterdam. Maar wij beschermen hier in Amsterdam de demonstratiefijt die voor ons bij Kans heilig is altijd, wie er ook gebruik van wil maken. Dat is de essentie van vrijheid van meningsuiting. Dat je niet kijkt naar wat iemand inhoudelijk vindt. Zolang die zich aan de wet houdt, heeft hij recht om te demonstreren. En daar hebben wij ons tot het uiterste toe ingespannen. En voor mij was niet begrijpelijk dat ze niet 30 meter verderop wilden gaan staan bij het standpunt van Spinoza, die overigens ook iets te maken had met vrijheid van meningsuiting. Een symbolische plek was dat geweest. <kijkt> uh, nou, misschien de volgende keer wel, want ze willen weer terugkomen naar Amsterdam. Uh, ja, allereerst zijn ze dan weer welkom. Dat is geen vraag van welkom of niet. Iedereen die wil demonstreren moet dat kunnen doen. Dat is gewoon onze grondwet. En wij geven daar netjes uitvoering aan. En ik wil er even uh, nogmaals zeggen. Wij hebben die fiets met die nebbelbom daar niet neergezet. Wij hebben daar adequaat op gereageerd. En een goed alternatief aangeboden. Uh, als er dan meer komen, gaat u dan iets anders uh, doen dan dat u vandaag heeft gedaan? Nou, we evalueren altijd alles. En dan moet je kijken: van, is het zo uitgepakt als je het uh, had voorzien? Dus uh, dat vind ik een beetje te vroeg om nu te zeggen. Ik weet wel dat ik uh, de politie enorm eer. Voor het feit dat er vandaag. Uh, natuurlijk is het een tijdje onrustig geweest. Maar verder is er, er is niet één gewonde gevallen. En het is uh, knap gedaan. Vlaag ja. de dag volgens u? Nee, natuurlijk niet. Want die demonstratievrijheid is uh, verstoord.